Er werd voorspeld dat er een tegenoffensief zou komen door Oekraïne in de Gerson Nikolaev regio. Nou, dat is er. Er is een poging toe geweest. En ik heb hier gemarkeerd wat er bij is gekomen. Dus in het lichtblauw heb ik gemarkeerd wat er is bijgekomen. En voor de duidelijkheid, je ziet hier drie lijnen. De blauwe lijn is de linie volgens Wikipedia. De gele, de linie volgens het pro ukraine Live Ukraine Map. En de rode lijn volgens het meer pro-Russische South Front. En als je die soort van zo samenneemt in een aggregaat. dan krijg je een redelijk beeld van wat er. Waar, zeg maar de dingen waarvan je weet. dit bevestigt iedereen dat het zo is gebeurd. en de gebieden waar nog oneenigheid over is. En hier is te zien dat. Er zijn een paar dorpen hier zo terugveroverd door Oekraïne. En hier zo, dit is het enige wat echt significant is. Of tenminste, een van de weinige plekken die echt significant is. En hier zo, dit is een redelijk stad van enig formaat. Visokopilia, met een kleine 4000 inwoners. En wat er dus hier significant is, is hier zo loopt een rivier. En die zijn ze overgestoken. En bij een militair offensief. Zijn rivieren altijd behoorlijk lastig te overbruggen, obstakels. Dus dit heeft wel enige significantie. Maar als je wel al kijkt naar de vorm die dat gebied heeft, wat alweer enkele dagen tot een week of zoiets stil ligt. Dan zie je wel dat dit een redelijk omsingelde positie is. Dus niet per se gunstig voor Oekraïne. Consensus is wel volgens mij redelijk dat het Gerson-offensief is mislukt. Anzienlijk staand. Maar. Wat het wel heeft gedaan is. het, het lijkt een goede afleiding zo neer te zijn geweest. Want in het noorden, in de buurt van Kharkov, is een tegenoffensief met een veel groter aantal manschappen geweest door Oekraïne. En hier in het lichtblauw gemarkeerd is wat Rusland de afgelopen twee, drie dagen heeft verlaten. En ik zeg verlaten omdat ze daar zich hebben teruggetrokken, omdat ze zo. Uh, outnumbered waren daar en de troepen die daar stonden waren niet zozeer oorlogseenheden zoals die worden gebruikt bij de actievere plekken van het front, maar meer een soort van ja, politieeenheden kan je het noemen. Dus dat is gewoon echt een strategische fout geweest van Rusland om dat zo kwetsbaar daar te laten en daar heeft Oekraïne heel erg vakkundig gebruik van gemaakt. Dus je ziet hier zo, hier loopt ook een rivier. En Rusland die heeft zich gewoon teruggetrokken tot die rivier eigenlijk in één klap als verdedigbare linie. In ieder geval, dit is wel een enorm succes voor Oekraïne en een, een, een nederlaag voor Rusland. Omdat ook al zal Rusla heeft Rusland zich teruggetrokken om zich te hergroeperen en zal waarschijnlijk weer een tegenoffensief inzetten. Om opnieuw een gebied te veroveren is gewoon... Ja, dat kost gewoon wederom mensenlevens en dat... Uh, is een positie, als je daarin komt, dan kies je voor de minst slechte optie. Maar er bestaat niet zoiets als een strategische aftocht. Dat betekent gewoon dat je gefakt bent. En dat je probeert om een beetje nog te scherf bij elkaar te rapen en er het beste van te maken. Dus dat is wat er in het noorden is uh, gebeurd bij Garkov. Uh, en als je hier ook kijkt, langs deze rivier... Het is heel bosrijk en hier zo zijn een beetje rotsformaties. Dus dit is ook wel een behoorlijk verdedigbaar punt. Dat zal uh, dus wel eens een tijdje zo kunnen blijven liggen. Izium is de enige grote stad die met meer dan 50.000 inwoners die Oekraïne heeft terug ingenomen. En er is een uh, Amerikaan die woont in Donetsk. Die heeft, heeft gevochten ook aan de kant van uh, Donetsk in de burgeroorlog. En uh, die heeft een Telegram kanaal. En het dus op zich. Ik bedoel, je moet wel gewoon in acht nemen van wat zijn perspectief is. Maar wel interessant om het perspectief van iemand die daar woont mee te krijgen. Uh, Russell, Texas Bentley heet hij. Die. die heeft ook gezegd van dit is gewoon een enorme blunder van het Russische leger en complete incompetentie. Omdat ze ook hier zo bij Donetsk volgens zijn uh, analyse. Uh, ...de linie veel te onverdedigd hebben gelaten. Ik weet niet of dat inmiddels is veranderd. Maar dat zou dus Oekraïne de mogelijkheid hebben gegeven... ...om misschien een foothold te krijgen binnen de ringweg van Donetsk... ...in een best wel dichtbevolkt gebied... ...wat nog een grotere strategische blunder zou zijn voor Rusland... ...omdat dat gewoon betekent dat ze een heleboel uh, human shields kunnen gijzelen min of meer... En dan krijg je een nieuw Mariupol-scenario. Uh, maar het is, het is enerzijds onterecht om heel erg te gaan. Nu wordt het natuurlijk op Nederland, of westerse media, heel erg dit neergezet als van: het tij is gekeerd. En kijk hoeveel er in één keer is veroverd. Ja, omdat ze zich hebben teruggetrokken naar een verdedigbaardere positie. Wat wel een nederlaag is, maar niet omdat ze door hun capaciteit heen zijn. Maar omdat ze die capaciteit nuttiger kunnen inzetten volgens hun inzicht. Dus het is niet zo dat dit een teken is dat de push nu in één keer helemaal doorgaat tot aan de Russische grens. Dat zie je dan ook op de nos van. Op sommige plekken zijn ze helemaal teruggebracht tot de Russische grens. Ja, hier zo. Maar zoals je ziet, dit gedeelte hier zo is allemaal onder controle van Rusland. Dit is niet tot aan de grens teruggepusht. Dus de significantie daarvan die wordt natuurlijk ook weer voor propagandadoeleinden. Misleidend neergezet. En je ziet ook die kaartjes van het tegenoffensief van Gerson, hoeveel er is terugveroverd. En dan nemen ze gewoon dingen van in maart mee. Terwijl, nou ja, je ziet het hier zo. Dit is wat er daadwerkelijk sinds, wat was het? Uh, 29 augustus of 28 augustus, toen het offensief werd aangekondigd. Wat er is terugveroverd door Oekraïne. Dus dit, dit, dit en dit. Nou, dat is. Uh, toch wel anders dan het beeld dat wordt neergezet door die kaartjes die je dan op uh, nieuwsuren en zo ziet. En Rusland die heeft toen ook, de dag nadat ze zich hebben teruggetrokken over deze rivier, alle energiecentrales in Oekraïne, of een heleboel energiecentrales in Oekraïne, gebombardeerd. Dat is iets wat ze niet eerder hebben gedaan. Maar daardoor is eigenlijk in heel Oekraïne onder controle van de regering in Kiev is gewoon de energie, is de stroom uitgevallen. Ja, dit zou ook een, een wijziging in strategie van Rusland kunnen zijn, want hierdoor kunnen Oekraïnse treinen ook niet meer rijden als er geen stroom is. Dat zullen ze toch weer moeten aanpassen. Dat is eigenlijk ook een beetje het punt van, Rusland die heeft hier een strategische blunder begaan, door de veroverde gebieden niet voldoende te verdedigen. Maar het is... Natuurlijk, ook dom om aan te nemen dat als een kant een blunder begaat, dat ze niet vervolgens hun strategie aanpassen om daarvoor te compenseren. Tuurlijk gaan ze dat wel doen. En daarom is ook het idee van: oh, zie je, Rusland heeft zich nu in één keer zo'n end teruggetrokken. Ja, dat is gewoon een beslissing geweest om hun eigen manschappen te besparen om ze beter te gebruiken, om de verliezen te beperken, om de nederlaag te beperken. En. Uh, ze zullen vanaf hier hun strategie weer aanpassen om uh, met een nieuwe situatie te dealen. En we gaan dan zien wat eruit gaat komen. Wat in ieder geval wel klopte aan mijn voorspelling ook, is dat het Gerson-offensief compleet is mislukt. <laughs> er, is amper, er is al een behoorlijk offensief geweest, maar het heeft bijna geen resultaten geboekt. En het uh, uh, Garkov-offensief is heel succesvol geweest, waardoor... Een het grootste gedeelte van wat Rusland in die provincie in die oblast had bezet, nu weer onder Oekraïnse controle is. En we zien hier ook dat vanaf de noordgrens helemaal door de Kharkov-regio heen, hier tot aan de grens met uh, donetsk oblast tot aan eigenlijk tot aan Lysychansk, de linie langs die rivier loopt. Dus de vraag is eigenlijk, ja, kijk dat hier het front stabiliseert, dat lijkt me duidelijk. In deze regio probeert Oekraïne nu weer Liman in te nemen en uh, Jampil. Het is dus nog maar een beetje de vraag hoe het hier zich zal stabiliseren. En tegelijkertijd probeert Rusland wel om uh, door te breken in Bagmoed. Wat hier in het zuidoosten of in het zuidwesten gebeurt bij Gerstal Nikolaev, dat is waarschijnlijk niet heel significant meer. Um, dat is al vrij duidelijk, best wel Snel stilgevallen. Nou, hier tussen uh, de Dnieper en uh, Donetsk is eigenlijk bijna niks veranderd sinds het uh, tegenoffensief eind augustus is aangekondigd. In de omgeving van Donetsk heeft Rusland een klein beetje vooruitgang geboekt. Evenals hier meer naar het noorden, ten noorden van Donetsk. En daarmee benadert Rusland hier zo deze linie van deze vier steden, deze vijf steden eigenlijk. En op de korte termijn is dit waarschijnlijk het meest volatiele. Zeer mogelijk zelfs zoveel dat tegen de tijd dat ik dit kan uploaden, dit al helemaal niet meer klopt.